Dit is dus het laatste cadeautje. Laten we dit gewoon even uitpakken op een gemakje. En kijken wat erin zit. Maar ja, het is een beetje apart. Weer gaat de deurbel gewoon. Mensen, laten we lekker naar beneden lopen. Hij zegt dat ik het niet moet doen. Kermit, kom maar aan. Wat is er aan de hand, Kermit? Yo dames en heren, what is up en welkom bij een gloednieuwe video. In deze video is het de hoogste tijd dat wij de Sinterklaas cadeaus gaan uitpakken. Zoals jullie zien liggen hier een hele hoop Sinterklaas cadeaus. Kijk eens even goed mensen. En dit zijn er best wel veel. Moet ik zeggen, en voor 60 euro had ik dit niet verwacht. Maar je weet natuurlijk nooit wat erin zit. Voor wij natuurlijk mee verder gaan, zorg dat je deze video even in 3 seconden tijd liked. Want anders is er een grote kans dat de horror Sint naar jouw huis toe komt. En dat wil je liever niet hebben. 3, 2, 1. Ik hoop dat jij deze video hebt geliked. Want anders is er een kans dat de horror Sint naar jouw huis toe komt. Nou, je wilt dat niet riskeren. Dus ik zou het gewoon eventjes doen als ik jullie was. Als jullie even naar de softbox kijken. Ja, jullie zien natuurlijk wit licht. Maar het is geel licht. De officiële lamp is kapot. En dat is erg jammer. Dus we moeten het hiermee doen. Oké, dames en heren. Ik denk dat het de hoogste tijd is om even al die cadeaus hier uit te pakken. Laten we het even 1 voor 1 doen. En kijken wat erin zit. Als ik dit voel, lijkt hier niet iets heel ergs in te zitten. Het voelt iets lichts. En ja, laten we even kijken wat er dus in zit. Laat het cadeau natuurlijk even netjes openmaken, zodat het niet beschadigd kan. Ja, laat maar zitten. Papier is toch alweer kapot. En even kijken wat echt kinderspeelgoed is. Want het zou dus voor een neef van 3 jaar moeten zijn. En als eerste zit erin een masker. Een alien masker. Dit zou nog wel eens leuk kunnen zijn voor mijn neefjes van 3. Alright? Alleen vind je het wel raar dat het niet in de originele verpakking zit. Dus ik ben wel een beetje bang dat het gewoon gestolen cadeaus zijn. Maar goed, hij heeft er in ieder geval een masker in zitten. Het is nog niet echt gelijk 60 euro waard. Maar oké, dat maakt verder niet uit. We gaan even verder hem uitpakken. Misschien zijn de volgende dat wel. Oké? Het volgende cadeau wat wij hier hebben is... Het voelt een beetje... Ja, een beetje ook kledingachtig iets. Laten we ook kijken wat erin zit. En hopen... Serieus? Ik was dat ding kwijt. Dat is geen grap, Kermit, ik was jou kwijt. Maar Nathalie, ik mag hier helemaal niks over zeggen helaas, dus sorry, ik weet het. Wacht, je mag niks zeggen. Waarom zit jij in één keer hier in dat cadeau? Hoe kan dat? Omdat dit een raar verhaal is. We praten zo meteen eventjes verder, oké? Is goed, Kermit, we praten straks eventjes. Nou, we hebben in ieder geval Kermit kikker. Ja, dat kan leuk zijn voor de kinderen, dat moet ik ook wel meegeven hoor. Het is wel leuk voor de kids. Oké, laten we even kijken wat hierin zit. Er kan best wel rare dingen in zitten. Ik ben bang dat er zulke gekke dingen in zitten. I mean, een pratende Kermit, een echte pratende Kermit zit er ook alweer in. En dat is mijn Kermit kikker lijkt het wel. Maar goed, ik weet niet of hij ontsnapt is of dat hij zichzelf heeft ingepakt, maar... Een pruik. Een bekende pruik. Het komt mij heel bekend voor. Ja, ik heb zelf dat soort dingen natuurlijk niet liggen, maar... Het komt mij bekend voor. Gooi maar bij op de stapel. Oké, het volgende. Wat zou het volgende cadeau nou eigenlijk toch eens zijn? Eens even kijken. Het is wel dikker ingepakt, zie ik. Zo, wie heeft dat nou weer ingepakt? I don't know. Ah, zo, dat gaat echt niet... Goddimme, dat gaat toch niet normaal met elkaar, joh, zo'n cadeautje. Maar goed, laten we gewoon even kijken. Kijken of het ook voor een kind voor 3 geschikt is. En wat is hier de bedoeling van? Dit zou een kind van 3 dus never nooit gebruiken of snappen wat hij daarmee moet doen. Ja, een scheerapparaat, maar straks scheert hij ons kaal. Geen idee waarom, maar ik wil weten wat Sinterklaas van had ingepakt. Of de horror Sint, of whatever het ook is. Goed, het volgende. Laat dat eens even uit gaan pakken. Wat zou dit dan zijn? Serieus? Dit is een pak, een pak. Wat voor pak zou het dan zijn? Een clownspak? Maar, leuk. Voor de kinderen is het leuk. Alleen, ik vertwijfel een beetje. Het komt een beetje bekend voor, maar oké, leuk. En dit. Eens even kijken. Ga je pakken, jongens. Kom op, hè. Wat is dit dan? Is dat mede nou? Een harde schijf? En als ik kijk, is deze harde schijf dus gebruikt. Dus een gebruikte harde schijf wordt dus ingepakt in het Sinterklaas cadeau. Waarom moet dat mensen? Ik moet zeggen, ik was mijn harde schijf een tijdje kwijt. Ja, ik vind het een beetje apart. Samen zo meteen even kijken of het mijn harde schijf is, want ik was hem kwijt een tijdje. Maar goed. En dan hebben we nog het laatste cadeau. Het allerlaatste cadeau. En het ziet er een beetje uit alsof er iemand mee kan. I don't know. Is het wel voor kinderen geschikt? Ik hoor de deurbel mensen. Ik heb echt maar geen idee
wie er aan de deur zou kunnen staan. Maar laten we even naar beneden gaan om te kijken wie er voor de deur staat. Er wordt dus aangebeld, mensen. En laten we de deur maar eens even gaan open doen. Want ik heb werkelijk waar geen flauw idee wie er voor de deur staat. Ik vertrouw het allemaal niet zo. Maar laten we gewoon even gaan kijken. En ik ben zo benieuwd wie er allemaal voor de deur staat in één keer. I mean, wie moet er nou nog aanbellen? Serieus. Kan allemaal. Maar goed, laten we even gaan kijken. 3, 2, 1. Oké, wie staat er voor de deur? Niemand te herkennen. Nou, wederom staat er niemand aan de deur. Goed, ik denk dat ik in de maling word genomen. Laten we maar terug naar boven gaan en de cadeautjes verder uitpakken. Oké, ik vind het maar een beetje apart. We hebben niks gezien. Laten we maar gewoon naar boven gaan. En eens even kijken. Of, ja, ik weet het niet. De deurbel ging, maar er staat niemand. Het is een beetje apart. Goed, laten wij hier eens even gaan kijken. En gaan we het cadeautje even verder uitpakken. Dit is het laatste cadeautje natuurlijk. En ja, ik ben gewoon benieuwd. Ik ben benieuwd of Sinterklaas gewoon niet aan de deur staat of zo. Of dat de dingen gestolen worden. Nou, anyways, wat jullie zien. Dit is dus het laatste cadeautje. Laten we dit gewoon even uitpakken op het gemakje. En kijken wat erin zit. Een mes. Ja mensen, ik zag het al een beetje aan de vorm. Ik dacht dan van, hè? Ziet gevaarlijk uit. Wat moet een kind van 3 met een mes? Sinterklaas, waar ben je mee bezig? Is de bedoeling dat die kinderen mij neer kunnen steken of zo? I don't know. Ik vind het een beetje apart. Maar een mes? Oké. Nou, anyways, hier hebben we dus een masker uitgepakt, zoals jullie weten. Het masker. Daar ginds een clownspak. En hier heb ik allemaal rotzooi neergelegd. Ja, het is een beetje een bende. Ik weet, ik maak er een beetje een bende van. Het lijkt een beetje op de dingen die ik kwijt was, dat ze in één keer weer terug liggen. Scheerapparaat weet ik niks van. Misschien was mijn moeder die kwijt, ik weet het niet. Ik heb daar niet over gehoord. Maar ja, het is een beetje apart. Hier gaat de deurbel gewoon. Mensen, laten we lekker naar beneden lopen. En kijken wie er nou even aan de deur staat. Ik heb werkelijk maar geen idee. Maar het kan weer iedereen zijn. Dus laten we even naar de deur gaan. En kijken wie er dus binnen is. En meen je dit nou, mensen? Holy moly. De deur staat gewoon open. Hoe kan dat? Hoe kan het nou zo zijn dat de deur in één keer open staat? Ik heb hem op slot gedaan, letterlijk net. En in één keer staat hij gewoon open. Logica. En het licht staat in één keer aan. Wat heeft dit te betekenen dan? Zal het niet gewoon in de woonkamer zijn of zo? I don't know. Ik durf gewoon niet te kijken. Oké, mensen. Dit is een beetje apart. Laten we gewoon weer terug naar boven gaan. Want de deur hadden we net open gedaan. En er stond dus letterlijk weer niemand. Ja, oké, hij was in één keer open. Het is een beetje apart. Ik heb het idee dat er iemand binnen is. Ik vertrouw het gewoon niet. Zou het niet gewoon hier zijn of zo? Geen idee. Zou dat? Ik zie hier letterlijk niks. Ik zie wel jullie, hè? Hey, even aandacht. Nou, ze hebben er niet eens zin in, denk ik. Maar het zijn leuke ratten. Het zijn kleintjes, hè? Kijk, maar jullie is er geen probleem. Jullie zijn er wel nog gewoon steeds. Maar goed, jullie vinden het allemaal leuk om mijn wingen te snuffelen. Ik hou van jullie, al kleine beesten. Echt waar. Maar ik ga maar even terug. Kijk, al die rattenmensen. Voor je denkt dat we dit al hadden? Ja, deze ratten hadden we natuurlijk al. Best wel veel ratten. Hier knazen ook letterlijk doorheen. En ze zijn, ja, ze zijn weer even actief. Maar nu gaan we even naar mijn kamer. En verder even mijn Kermit bespreken. Want Kermit wou nog iets zeggen. En waar mijn bed in één keer zo netjes opgericht? En waar zijn alle cadeaus gebleven? Op het scheerapparaat na is alles in één keer weg. Ja, logica man, hoe kan dat? Even for real. Hoe kan een cadeau in één keer weg zijn? Waar is Kermit? Waar is iedereen? Mensen, dit slaat helemaal nergens op. Ik ben iedereen aan het zoeken en dan is er gewoon helemaal niemand. Ah, ik vind het een beetje apart. Daily, daily. Ik hoor dus allemaal gekke geluiden daar. Mensen, we gaan even daar bij de badkamer kijken, want ik heb het idee dat Kermit misschien daar is. Hij zegt dat ik het beter niet kan doen. Oké, okay, een beetje apart. Oké, dames en heren, er zit maar één ding op. Ik denk dat ik gewoon even naar Kermit gaan kijken of zo, want hij zit blijkbaar in de badkamer. Alleen, ik hoor hem. Hij zegt steeds dat ik het niet moet doen. Kermit, kom eraan. Wat is er aan de hand, Kermit? Kermit! Nee, ben je gek geworden of zo? Je kunt me niet meer redden op deze manier. Daily, waar ben je mee bezig? Hallo, ik leg hier. Kom het in één keer. Waar is Kermit ineens? Daily, waar ben je mee bezig? Hoe kan dit? Closer! Wie ben jij?